Intussen bleef het aantal televisietoestellen met ongedroomde sprongen stijgen. Op 14 november 1961 kon in een miljoen Nederlandse huiskamers worden gekeken en geluisterd naar deze NTS-reportage. 7:30 vanmorgen, direct na het bekend worden van het burgerlijke nieuws, werd van de gebouwen van de Nederlandse Televisiestichting in Hilversum en Bussum de vlag gehezen. De omroepverenigingen bleven niet achter en zo wapperden de vlaggen van de AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO-studio's eveneens. Maar de feestviering bleef niet bepaald tot uiterlijk vlagvertoon. Ook in de televisiebehuizingen werd het miljoenste toestel gevierd. In de theepauze vanmiddag was er voor iedere medewerker een gebakje, thee of koffie, een sigaar of sigaret. Die gebakjes gingen aan de neuzen van de NTS-reportageploeg voorbij, die vanmorgen zich gereed maakte om naar Deventer te gaan. Opdat straks een directe reportage kan worden gegeven van de feestelijkheden rond de miljoenste ingeschreven televisiekijker. En als een reportageploeg van de Nederlandse Televisiestichting uitdrukt, dan zegt dat wat. De hele reportagekaravaan kwam 2 uur later in Deventer aan en nam onmiddellijk bezit van de stad. De collega's van de PTT hadden achter de Zwolseweg hun straalzender opgebouwd. Want daar, op nummer 160, staat het huis van de heer J.H.J. Milius, van beroep bedrijfsadviseur, die de gelukkige miljoenste televisiebezitter is. In iedere 3 huizen van Deventer staat op het ogenblik een televisieontvanger, waaruit blijkt dat de verhouding in Deventer vrijwel representatief is voor het landelijk gemiddelde. Het moet voor de familie Milius wel een overrompelende sensatie zijn zoals zij vandaag plotseling in het nieuws kwamen. Zoals zij overvallen werden door een NTS-reportageploeg op volle sterkte en zoals zij waarschijnlijk op dit ogenblik in hun huis in Deventer zitten te wachten totdat de rechtstreekse reportage, waarvan zij het middelpunt zijn, kan beginnen. In de grote reportagewagen in de Zwolsestraat in Deventer zit Dick van Bommel nu klaar om u aan het miljoenste Nederlandse televisiegezin voor te stellen. Over dus naar Deventer. Goedenavond en hartelijk welkom hier op de Zwolseweg 160 in Deventer, waar ik het bijzonder grote genoegen heb om u als behorende tot de 999.999 kijkers die er al waren, om u voor te stellen aan het miljoenste Nederlandse kijkerspaar, zou ik willen zeggen, de miljoenste televisiebezitter, de heer en mevrouw Milius, die hier naast mij staan en die al een bijzonder drukke dag gehad hebben, dat kunt u zich voorstellen, toen vanochtend dat bericht doorkwam dat zij de miljoenste waren. U heeft dat ding voor uw genot. Laat het u niet de baas zijn. Denk nooit, ik heb het, wat mot, dat mot. Een dictatuur zou dwaas zijn. TV doet altijd wat zij kan om ieder te vermaken. Maar wie kent de formule van miljoen verscheiden smaken? Miljoenste kijker, zet hem op. Vind rijkdom, lering, blijheid. En denk erom, die ene knop is slavernij of vrijheid. Na dat miljoen hebben we het feestvieren maar verder achterwege gelaten.